Nog maar 403 poko's te gaan. Zo dichtbij! Zo dichtbij! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Player 20, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn we in de Valley of Repose, zijn we bij de Frontier Cave Run gegaan. En hebben we alle obstakels uit de weg geruimd, waardoor dat we dus makkelijk naar onze plek toe kunnen. In deze aflevering gaan we terug naar de Valley of Repose en gaan we de above ground treasures proberen te verzamelen. Ik weet dat ik had gezegd dat we probeerden eerst nog die dungeon te gaan doen. Maar het leek me leuker om voor te bereiden op de dungeon en daarna de pigment te increasen. En tot we vandaag gewoon echt dedicaten om zoveel mogelijk treasures te pakken te krijgen. Nou, uit mijn hoofd weet ik 4 volgens mij te vinden. 1, 2, 3, 4 volgens mij. Dus wat we gaan doen is, ik heb... ja... 20 paarse nodig. Dat wordt ons aanvalteam. Ik heb... 20 witte nodig. Nee. 15 witte. Zat. Sowieso 25 gele. Maar ik denk dat ik er voor iets meer ga. Dus ik denk dat ik 30 gele pak. Oké. Jongens, laat de bloemen nou toch eens in de game. Zo moeilijk is dat toch niet. En dan voor de rest pakken we blauwe. Zoals je ziet, we hebben geen rode. Maar dit heeft allemaal een reden. Dus even dit allemaal bij elkaar pakken. Goed, we hebben nou dus een decent Pikmin team. Die ons zeg maar zou kunnen helpen. En dan hoop ik dat 35 genoeg is. En dat ik daar niet te veel potions voor hoef te gebruiken. Want er zit namelijk een vijand die enorm gevaarlijk is. Maar die er wel voor zorgt. Tot daar dus zeg maar nog een treasure verborgen zit die we dus zeker mee willen nemen. Nou, het eerste treasure waar we onze Pikmin voor nodig hebben, dat is ons paarse en witte team. We beginnen met de paarse. Dat is namelijk hier dit smalle paadje hier naar boven toe. Daar wil ik mijn paarse team voor hebben, want daar zit namelijk nog een secret, ja, soort van bos. Jullie worden boos van als ik zeg dat het een bos is, want het is niet echt een bos. Het is namelijk een Burrowing Snaggret. De Burrowing Snaggret, zoals je weet, paarse Pikmin maken er heel snel werk van, dus daarom hoeven we ons daar geen zorgen over te maken. Het enige nadeel is, we willen er wel voor zorgen dat hij vast komt te zitten met zijn snavel. Doet hij dat niet, dan balen wij als een stekker en moeten we wachten tot hij dat wel een keertje doet. Want daar zit namelijk een secret verborgen hier. Dus kan je al even vast komen te zitten. Dank je. Nou, ik ben bang dat deze, omdat hij op een ongelukkige plek zit, dat we hem niet in één keer kunnen verslaan. Maar nadat we hem bijna verslagen hebben, ja, kunnen we er nou wel de Pikmin op gooien. Hoppakee, ijs verslagen. Schijn maar uit. Oké, nou is er eentje volgens mij naar beneden gelegen. Oh, daar sta je. Oké. Paarse Pikmin hebben we op het moment nou even niet nodig. De Burrowing Snaggret die daar zit, we kunnen hem gebruiken om meer Pikmin... tuurlijk valt daar weer een pelletpootje op de plek waar we hem absoluut niet willen hebben. Wat we willen doen is, we willen de witte Pikmin eventjes roepen. Hi. We willen de witte Pikmin roepen en we willen dan hier naar boven toe gaan. En die gaan hier automatisch beginnen te graven. Deze die brengen hier namelijk een ring naar boven toe. Dit is een van de secret items waar ik het dus over had. Louie die kan daar dadelijk de Pikmin allemaal weer verzamelen. Dus dat is geen enkel probleem. Goed. De witte Pikmin die we hier dus hebben. Ja, ze zouden die ring dan kunnen meenemen. Ze zouden ook nog wel een paar pelletposies mee kunnen nemen. Die hier liggen. Kom op, ik heb er 15 meegenomen. 15 is meer dan zat. Volgens mij had de ring maar 5 nodig of zo. Hier. Nou, weet je waar, neem het dan zo mee. Ik vind het best. Goed, dan gaan we over naar de andere team die we dan nog hebben. We hebben de paarse nog om eventueel nog wat aanval te kunnen doen. Maar de volgende treasure die we mee willen nemen, daar hebben we de blauwe Pikmin voor nodig. Deze kan nogal gevaarlijk zijn en ik hoop dat ik met 35 wel een goede calculatie heb gemaakt of we daar wel genoeg voor hebben. Want dit is namelijk een vervelend beest die we moeten verslaan. We hebben hier weer een 5 golden ring. En dit is de Pink Menace. Ook 100 poko's waard. Dus nog maar 303 poko's te gaan. Dan wil ik hier naartoe lopen. En dan pakken we dus zeg maar hier alleen eventjes de blauwe Pikmin. Dit is echt alleen de reden waarom dat we de blauwe Pikmin bij ons hebben. En dan willen we hier het water ingaan. We hebben hier wat waterdampels liggen. En ik haat die beesten. Dat wisten jullie al van mij. Gewoon blijven aanvallen. Zorg dat ze niet Pikmin kunnen snitchen. Want daar zijn ze heel erg goed in. Om achter je aan in één keer te sluipen. En dan in één keer Pikmin te kunnen snitchen. Dus gewoon Pikmin er bovenop blijven gooien. Je hoeft er absoluut al geen zorgen over te maken dat je Pikmin kwijtraakt. Dan zal je hier veilig blijven. Oké, je water... of je water Pikmin. Je blauwe Pikmin wil je hier achterlaten. En dan zit hier namelijk een Fiery Ball Bear.
Bolborn, whatever. Die wil je wakker maken en die moet het water inkomen om hem te kunnen verslaan. Dit kan nogal tricky zijn aangezien dat hij houdt niet van water. Deze reden heeft namelijk van, ja, het is een vuurblauw Bolborn, dus die wil je toch het water inlokken. Je zou hem met melee aanvallen kunnen aanvallen, maar jij zit het water in. Oké, aanvallen! Oké, hij moet versteend blijven, Kom op, jullie hebben hem? Ja, jullie hebben hem. Goed. Nou, heb je ook de kans om hier dus zeg maar een handige potion of iets uit te krijgen? Nou, in dit geval is dat dus niet gebeurd. Oké, we hebben ze alle 35. Maar er komt dus ook weer een leuke treasure uit. Dan hebben we nog de paarse en de gele hier klaarstaan. Die we dus nog voor een andere treasure kunnen vinden. En deze die kan nogal moeilijk zijn. Dus daar wil je wel voor uitkijken dat je daar niet verpest. Op het moment dat we hier uitzoomen zien we hierboven namelijk een standbeeld liggen. Dit standbeeld is het standbeeld wat we zeker mee willen nemen. En ik wil niet dat automatisch gecarried wordt. Dus even wachten tot die treasure daar weg is. Oké. Dan kunnen de gele mee. En ik zei dat ik alleen de gele hier wil hebben. Dus geen paarse, dank je. En die wil je dus hier bovenop gooien op dit kleine eilandje hier. Dan zullen ze automatisch naar de treasure toe lopen. En daar heb je, ik geloof uit het hoofd, 25 Pikmin voor nodig. Ja. Oké, die zijn ook zover. Nou hoop ik dat dat ding minder waard is dan 150 poko's. Anders hebben we een probleem. Jongens. Kunnen jullie even meekomen? Dank je. Nou hebben we nog een paar paarse Pikmin over. En dan zit er nog één treasure namelijk ergens anders waar ik heen wil. En dan neem ik jullie nou ook even gelijk mee naartoe. Volgens mij is dat ook nog de enigste treasure die hier bovengronds nog te vinden is. Let wel, op het moment dat je 10.000 poko's haalt... Ja, is het eigenlijk een beetje einde oefening voor de dag. Dus dat is het enige nadeel wat ik wel vind. Is dat je niet de dag gewoon nog fatsoenlijk af moet maken. Je wil hier wel uitkijken, want er zit daar namelijk een Cannon Beetle. Geloof ik dat die heet uit het hoofd. Oké, we hebben de stopwatch ondertussen binnengekregen. Dat is alleen maar gunstig. Voor mij nou, ik noem het de stopwatch. Oké, Temporal Mechanism. Dat is gunstig. En dan moet hij onder dus wat lager zijn. We willen wel uitkijken, want hij is nogal gemeen geplaatst. Dit is er geen homing, dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar vergeet niet, Pikmin die naar boven moeten klimmen zijn nogal traag. Dus je wil hier echt zigzaggend naar boven toe klimmen. Oké, gewoon gooien. Doop. Volgens mij ben ik daar... Oh nee, ze zijn daar bezig. Oké, we zijn één Pikmin kwijt. Dat valt wel mee. En die steen is geglitcht. Dat was niet de bedoeling dat die steen zou gaan glitchen. Oké, hoeveel is deze waard? Geen 200. 160! Oké, we hebben nog 33 poko's nodig. Nou, de enigste wat dat ding dus zeg maar beschermde... Dat was die kroon die daarboven dus zit. Nou, die kroon die kunnen we niet pakken met paarse Pikmin. Dus dat gaan we ook niet proberen. En nou denk ik dat daarboven nog een paarse... Hallo? Nou, die steen die is in ieder geval weg. Dat is gunstig. Want die kroon, dat is namelijk ook een treasure. Nou, die paarse Pikmin die zal er wel daar staan. Dan kan Louie eventjes ons Pikmin team weer meenemen. En dan kunnen we die laatste treasure meenemen. Nou weet ik dat we dus die dungeon oorspronkelijk deze dag nog zouden hebben kunnen doen. Maar aangezien dat we 10.000 poko's halen, is de dag helaas dan gelijk ten einde. Dat is het enige nadeel wat ik in dit spel wel vind, is dat je onderbroken wordt op het moment dat je het doel hebt gehaald. Want het doel is namelijk niet het einde van het spel. Maar dat zullen jullie wel zien op het moment dat we daar op dat punt zijn gekomen. Dus we lopen even met onze Pikmin richting ons kroontje. Eigenlijk is het Peach een kroon. De kroon, weet ik veel. Of Daisy de kroon, ik weet niet. Er zit fijn een verschil tussen Daisy's kroon en Peach de kroon. Jongens, schiet nou toch eens op. Jij ook. Kom op. Hup, snel. Hup, loop, snel. Mars. En ik weet het, we hadden er net 77. Hé, hey, kijk, hier ligt er ook nog een Lone Wanderer. Oké, nou. Die paarse die laten we heel eventjes daar. Want paarse zijn nou niet zo goed in het klimmen. En er is één probleem dus zeg maar met deze treasure hierboven. Deze treasure die kan nogal snel glitchen. Deze treasure staat erom bekend tot hij dus nogal moeilijk is om te pakken. Je wil gewoon je Pikmin erop gooien en hopen dat alles goed gaat. Dus we gooien onze Pikmin er gewoon op. Je hebt 30 Pikmin ervoor nodig. Misschien kan ik er beter 3 paarse eventjes op gooien eerst. Weet je waar, we gooien er even 3 paarse eerst op. Misschien werkt dat iets beter. Oké, dan pakken we eventjes de andere team. Hoppakee. Kom op. Omhoog klimmen jullie. Oké.
Oké, hij wordt getild. Kijk, dit gebeurt dus nogal vaak. En dat is irritant. Tot het item gewoon daar vast blijft zitten. Ah, kom op! Dit is zo cheap! Dit is zo cheap! Oké, misschien staat dit ding in de weg. Oké, dit is gewoon gemeen. Probeer het nog één keer en anders gaan we gewoon toch naar die dungeon toe. Dan heb ik gewoon zoiets van screw it. Dit is zo cheap. Ik heb hier problemen mee. Objection. Leroy, maak notities. Oké, we krijgen dit ding dus niet te pakken. Weet je, ik ga proberen nog één keer met gele Pikmin hier bovenop te gooien. Misschien is dat mogelijk. Nee, dat ding zit daar echt vast. Nou, het voordeel is, op het moment dat een nieuwe dag zou spawnen, of dat je hier weer terugkomt, dan zal dat ding wel weer terugspannen op de manier waarop dat hij hoort te spannen. En ik mis één Pikmin, die staat waarschijnlijk ergens achtergebleven. Hier zo. Dat kan niet anders. Even kijken, daar heb je de basis. Even een beetje... Oh, nee, dat wou ik niet. Want ik... Oh, daar staat er eentje. Oké, ik zie al waar dat die zit. Dat is bij die ene treasure nog. Dus dan hebben we hier het water. Er zit daar nog één... Hey! Jongens! Kom op, ik wil wel naar die cave kunnen nog, hè? Oh, daar zitten er nou nog drie vast. Jongens, kom! We hebben er geen tijd voor. Het kroontje is geglitcht, daar heeft geen zin om vandaag mee te werken, dus gaan we gewoon naar die cave toe, ja? Change of plans. Deal with it. Nou, even kijken. Daarachter zit nog een gele... Ja, trouwens, die cave die, zit hier best wel dichtbij, dus... Oké, waar zit die gele? Even een beetje uitzoomen... Zit die gele hier dan? Ik zie geen gele zitten. Huh. Oké, weet je wat? We doen gewoon even alle Pikmin eventjes gewoon er terug in. En we kijken wel waar dat die ene Pikmin dan achter is gebleven dan. Ik wil geen Pikmin achterlaten, absoluut niet. Dat vind ik namelijk de meest gemeenste dood die een Pikmin kan geven om achter te laten. Dus... We moeten wel heel voorzichtig zijn op het moment dat we hier lopen. Omdat we hebben een paar paarse leaves er nou tussen zitten. Dankzij die Borrowing Snaggret. Dus, oké, jullie zijn terug. Mooi. Kunnen hier de shortcut nemen. Even wachten op de leaves. Oké. Ze kunnen namelijk vast blijven te zitten bij bochten. Ook heel vervelend. We hebben tijd zat. Nog. Oké, dan willen we dus zeg maar gewoon weer 20 van elke Pikmin soort meenemen. Dus even kijken, we hebben 24 paarse. Of nee, we hebben 19 paarse bij ons. Oh ja, we zijn er eentje kwijtgeraakt. 20 paarse. Van de witte, daar gaan er 10 van terug. Of 5, sorry. Van de gele, daar hebben we de 30 bij. Daar wordt 20. En van de blauwe hebben wij er... Ah, dan zijn we ergens een blauwe. Die moeten we daar nog heel even pakken dan. Oké, maar waar zit die dan? Even kijken. Even een beetje inzoomen. Ah, die zit daar bij het hek. Oké, we weten voldoende. Oké, en dan willen we dus 20 rode met ons mee gaan nemen. Ik zei 20. Oh ja, we hebben maar 10 witte. Dus dan moeten we nog 10 witte erbij pakken. Mijn excuses, sorry. Ik ben een beetje strategisch hier aan het denken. Want die kroon die heeft me dus helemaal... Het idee was om gewoon zeg maar de dungeon... of gewoon die laatste dus zeg maar mee te nemen. En... Tot we dus zo ja, de dag zouden completen. Maar die kroon wil niet meewerken. En als die kroon niet mee wil werken, ik heb geen zin om nog een extra dag neer te gaan gooien. Dus omdat we hebben hier al een extra dag dat we dus zeg maar veel moeten gaan farmen. En daar heb ik weinig zin in. Dus vandaar dat we gewoon naar richting die cave gaan. We hebben 100 Pikmin. Ze zijn met een dansje weer bezig. Of ja, met een dansje, met een deuntje. Wat een beetje lijkt op Luigi's Mansion. La 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 la. Nou ja, dat is niet echt Luigi's Mansion. Dat was de andere wat ze dan deden. Ik vind het deuntje, ik vind het wel waar hebben. Dat is wel leuk. Leuk dat ze dat erin hebben gegooid. Maar zoals je daarboven dus ziet, er zit nog een dungeon op ons te wachten. En verdurie!
Toch niet weer bij de hek, hoop ik, hè? Bij die emerge... Oh, die paarse. Ja, ik weet het. Maar we hebben dombo's. Zoals deze twee. En deze. Ugh. Oh. Als ik door jullie die cave niet op tijd haal... dan hebben we een groot probleem, Pikmin. Oh, kom op, loop sneller, jongens. 7. Hebben ze alle 100 weer? Ja. Oké. Okay. Kom op, jongens. Beetje doorlopen. We hebben nog maar weinig tijd. Nu hebben we niet meer alle tijd. Ja, 10 seconden nog. Zie je dan wel. Kijk, en deze hekken, dat zijn nog altijd de problemen waar dus, zeg maar, de Pikmin achter kunnen blijven hangen. Dus daar wil je zeker voor uitkijken. Dus we lopen gelijk naar deze cave. Krijgen de cutscene. En dan willen we die cave gelijk induiken. Interesting. My metal detectors are reacting violently. I can only conclude that there may be some sort of machine below. But that seems illogical. Oh, deze. Damn. Dan zou ik eigenlijk Michele bij me willen hebben. Maar goed, we doen het maar met wat we hebben. Oké. Okay. 100 Pikmin, geen waterhazards. We hebben toch blauwe Pikmin bij ons. Maakt niet echt zoveel uit. We gaan ervoor. Ik weet welke cave dat dit is. En deze cave die is gemeen. Gemeen. Oh... Alsof dat het zo moest gebeuren, weet je wel, van... Ja, die kroon. We geven hem je niet. Dus sorry, president, je moet nog even iets langer wachten, want we moeten toch ondergrond, omdat het spel weigert ons de kroon te geven. Oké, nou, alsof dat we weer in de kerstmis terechtkomen, zeg. Wat leuk. Oké, nou, dus dan pakken we eventjes ons tech-team. Eventjes onze paarse. Hopelijk dat we snel nectar vinden. Want we hebben hier natuurlijk weer Snowy Bulborbs. Ik noem ze gewoon Snowy Bulborbs. Ik heb niet gekeken of ze echt zo eten. Maar dat maakt niet echt zo veel uit. Oké, nou, jullie zijn uitgeschakeld. Even jullie uitschakelen. Jullie stellen niks voor. Oké, dan pakken we even Poison Team. Oké. Kunnen we even de Poison hier uitschakelen. En dan vind ik wel grappig dat we het hier over machines hadden. En dat we dus alleen maar de Poison Machines op dit moment zien. Nog niet echt machines waarvan je zegt van... Goh! Maar ik weet wat er op deze dungeon ons te wachten staat. En geloof me, deze baas die vind ik echt niet leuk. Maar dat zullen jullie wel zien wanneer dat we daar komen. Goed, nou, eventjes hier even de vijandjes weer uitschakelen. Hij is het gevaarlijkst op het moment. Nou ja, gevaarlijk. Pff. Zodra dat hij zijn fluffy achterwerk kwijt is. Ach, kijk nou toch eens. Ik heb je naam gelezen en ik ben hem nou alweer vergeten, want zo erg weinig boeit hij mij. Ga gewoon neer. Doei. Ja, je bent gestunt. Dag. Hartstikke leuk voor je. Oké, schakelen we jullie nog heel eventjes uit. Jammer voor jullie. Hopelijk nog geen traps. Deze dungeon zal al sowieso iets makkelijker zijn dan de dungeon die we, zeg maar, in de vorige aflevering hebben gehad. Omdat dit eigenlijk bekend staat als de dungeon die eerder moet gaan. Maar persoonlijk vind ik deze dungeon, de baas, moeilijker als dat we nu eigenlijk gezien hebben. Volgens mij is het uit de treasure, maar ik wil eerst eventjes... Oh, hoi. Attack Squad, zorg ik eventjes ervoor dat hij eventjes een murf... Nee, laat me los. Kom hier. Hi. Hi. Dodging skills. Oh, hij op de grond liggen, dat is ook goed. Val maar aan. Goed, zo. Ik mis een paarse. Oh. Die stond daar gewoon te niks, hè? Oh, wat een luiwammers toch weer. Oké, nou eventjes dit even snel uitschakelen. Dat even uitschakelen. We gaan er op zich best wel door met een rap tempo doorheen en houden. Dus dat is op zich wel gunstig. Maar nogmaals, 10.000 pokus wil niet zeggen dat het einde van het spel is zoals jullie al zelf doorhebben. Want er is namelijk nog heel erg veel te exploren. En we hebben nog één extra cave zelfs nog te doen. In, sorry, meerdere caves. In de Distant Spring. Dus, Oké, ik hoop tenminste dat ik daar wel goed uitsprak. Ho! Hoi! How's it hanging? Kun je hem misschien heel even loslaten? Dank je. Nou, hij zal niet achter je Pikmin aangaan, dus eigenlijk hoef je daar niet echt bang voor te zijn. Hij probeert hem nou een beetje zo te pakken en dat is eigenlijk best wel grappig, maar... Hi, ik ben hier. Ah, daar hebben we 25 Pikmin voor nodig. Nou, weet je wel, dan pakt dat er een paar cent bij, joh. Oké, we wachten heel eventjes. Hij zal je Pikmin niet meenemen, dus daar hoeven we ons niet zorgen over te maken. Pikmin. Goed zo. Even afmaken die app, ja?
We hebben meer te doen. Even kijken. Dan vraag ik mij af of daar nog een andere treasure nog misschien daarboven zit. Maar we hebben dus een oude telefoonnummerpad. Zoals dat te vroeger gebruikt werd. Eigenlijk best wel grappig. Niveautafel. Ja. En we hebben de 10.000! Waar we geen poppen voor krijgen omdat we ondergrond zitten. Maar we hebben dus de 10.000 gehaald. En we zouden dus nu kunnen zeggen van... Nou, screw it. We gaan lekker naar huis toe. Zoek het even lekker uit. We doen helemaal niks meer voor jullie. We gaan gewoon lekker naar huis toe. Maar helaas, we zitten in een cave. Dus zo werkt dat op dit moment nog niet. Nou ja, niet dat het echt uitmaakt. Goed. Weet je wat? We doen nog één leveltje extra. En oh, kijk hier. We kunnen hier gewoon de treasure pakken. Nou ja, pak weer even de treasure. Volgens mij komt die... Als hij ons lastig gaat vallen, hè? Ik serieus. Gaan jullie ons lastig vallen of kunnen we jullie gewoon laten leven? Gaan jullie ons lastig vallen? Blijven we vriendelijk? Jullie gaan niet achter die Pikmin aan. Jullie zien niks. Mind control op zijn best, denk ik maar zo. Oké, nee, ze gaan niet achter de Pikmin aan. Oké. Dus ik denk dat dat de laatste treasure is. Dus ik knip heel eventjes naar voren toe en ik zie jullie in een seconde. Duct tape! Woehoe! Elke gamma verkoopt natuurlijk duct tape. Zo word je in het nauw gedreven. Moet je plakken voor je leven. Oké, ik ga gewoon verder met de volgende tipje. Dan maakt het uit. Hartstikke leuk. Oké, nou, we gaan gewoon dieper. Hartstikke leuk. Nou hoop ik niet dat we dus al gelijk weer nog meer sneeuw gaan krijgen, omdat we al genoeg sneeuw hebben gezien. Nou ja, tenminste, als je in het noorden woont, dan heb je tenminste heel erg veel sneeuw. Maar dit ziet er al een beetje een stuk technischer uit, dus daar ben ik eigenlijk best wel blij om. Oké, nou hoop ik niet dat we hier al gelijk stroom tegen gaan... Oh, een ei, daar ben ik heel erg blij om, want een ei daar kan nectar geven. En nectar zorgt ervoor dat we onze paarse team eventjes kunnen versterken door bloemetjes te maken. Volgens mij hebben we nog maar één leaf, of een paar leaves ertussen zitten, maakt niks zoveel uit. Goed, ik ga eerst eventjes rond met mijn attack team, want ik vertrouw het hier voor geen meter. Tenzij dat ik stroomvijanden zie, dan maak ik tot ik wegkom. Oké, dus we willen hier even rond... change of plans. Nee, we nemen geen Pikmin mee. Dit is een solo missie. Wat we hier zien zijn bomrocks. Die kunnen we activeren door gewoon, zeg maar, ze een stomp te geven en zullen ze exploderen. En oh boy... Hebben we ook nog eens deze vijanden. En oh, nog eens een Swooping Snatchbug. Oh, dit wordt vervelend. Bomrocks die zullen dus geactiveerd worden op het moment dat Pikmin proberen ze aan te vallen. Die gaan daar helemaal kamikaze op. Deze vijanden, die gooien bomrocks en produceren bomrocks. Die zullen constant bomrocks proberen te blijven gooien en zijn dus daarom enorm gevaarlijk. Ik zie er hier eentje apart staan, dus die kunnen we wel eventjes proberen te... Oh, wacht. Eén kapitein blijft hier eventjes achter, ja? Een kapitein. Je bent geen kapitein, je bent een Pikmin. Je gaat gewoon mee. Goed, wat we willen doen is... We willen dus zeg maar de Pikmin zo snel mogelijk op die beesten gooien. Op het moment dat ze een bomrok bij ze hebben... Zullen ze die zo snel mogelijk laten vallen als hun ballonnen poppen. Wat je wil doen is je wil ervoor zorgen... Dat je dus zo ver mogelijk bij die bomroks uit de buurt blijft. Op het moment dat je ze verslagen hebt... Zullen ze geen bomroks meer produceren. Wat nogal logisch is. Maar we moeten dus wel uitkijken. De makkelijkste manier is als je dus zeg maar zo die vijanden aan het verslaan bent... Oh boy. Dan zullen ze altijd de bomrok enorm ver gooien als de bom... Nee. Als ze een bom hebben, zeg maar, en de ballonnen die knappen, dan gooien ze de bom verder weg. Als tot ze hem, zeg maar, gooien op het moment dat ze er... tot ze hem zelf gooien. Dan gooien ze hem namelijk heel dichtbij. Dus daar wil je zeker vooruit kijken. Nou, voor die Swooping Snatchbug die hier net rondvloog... Daar willen we in dit gebied ook voor uitkijken. Want die kan namelijk de Pikmin overboord gooien. Niet alleen kan hij de Pikmin overboord gooien, maar als je aan het aanvallen bent en hij zit net boven een gap, vinden ze het nogal eens een keer leuk om in die gap te vallen en alle Pikmin die bovenop die Pikmin aan het aanvallen zijn met zich mee te nemen. Dus Swooping Snatchbugs zijn op deze locaties echt enorm gemeen. Dat zijn gewoon echt de gemeenste plekken waar dat ze die beesten zouden kunnen plaatsen. Maar goed, we hebben hier nou alle vijanden verslagen. Dus ik denk dat we nou gewoon veilig hier alle treasures kunnen collecten. Zoals dit tandwiel. Gewoon meenemen. Oké, dat tandwiel nemen we mee. We nemen hier een soort van zekering mee. Tenminste, ik denk dat het een zekering is. Lijkt het wel op. En hadden we dan nog meer treasures hier liggen of was dat alles? Want we hebben alle bomrocks hebben we wel gedeactiveerd. Dus we hebben nou hier een tandwiel. Dat ben ik eigenlijk al meer als kort. 70.
It spins around. Spirit Flogger. Serieus, kun je het niet gewoon een tandwiel noemen? Ik bedoel, je draait erop. Stom schip. Ik heb ruzie met het schip. Ik hou nu van het schip. Schip is gemeen. Gemeent gemeen. Dus. Oké, nou, we wachten dan nog heel eventjes tot dat ding terugkomt. En dan kunnen we... Ik denk dat dat alles is. Dus ik denk dat we dan gewoon hier kunnen wachten. En tot dat ding dus uiteindelijk bij onze schip is aangekomen. Zal wel heel erg fijn zijn. Want dan kunnen we namelijk naar het volgende level. Dus. Ja, daar is hij al. Ik hoef nog niet eens te knippen. Ik wou wel zeggen, want dan knippen we even vooruit. Maar dat hoeft niet. Oké, deze die is 100 poko's waard. We zitten ondertussen al over onze loon heen, of over onze schuld heen met 287 poko's. Network Mainbrain. Ja, volgens mij is dat toch wel een... Volgens mij is dit echt een zekering. Weet ik niet zeker. Maar goed. NCL. En dat was hier inderdaad alles. Nou ga ik wel met mijn Pikmin hier terug naar beneden toe. Maar wil ik hier dus ook eigenlijk de aflevering bij afsluiten. En tot we dus dieper gaan in deze cave in de volgende aflevering. Dus heb je een leukste momentje, vragen of opmerkingen? Laat het weten in de reacties natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar natuurlijk de tijd voor hebt, waarom dat die kroon glitchte? Ik weet het nog steeds niet, maar het was zeker niet prettig. Goed, de game is automatisch gesaved. Dungeon zal misschien wel anders gerandomized worden op het moment dat we weer verder gaan. Maar dat zien we dan wel. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken, jongens. Bedankt voor jullie geweldige support. En ik hoop jullie snel te zien in de volgende aflevering van Pikmin. Of Terraria, wie weet. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!